Jij was daar te gast en was de enige die voor het handhaven, handhaven. van het boerkaverbod is. Ja. Hoe was dat uh, om daar te zitten? Ja, je zit inderdaad alleen. Het is gewoon in disbalans, die hele tafel. Want er zitten zes man tegenover je, waaronder drie strafpleiters, die ook niet op hun mondje zijn gevallen, die allemaal uh, tegen de handhaving zijn. En heel lacherig toen ook. Ja, en, en maar ik dacht, weet je, ik ga er toch zitten, want iemand moet dat geluid wel laten horen. En... Maar het klopt inderdaad dat het een beetje disbalans is. Ja, en het aantal. Er was ook iemand uitgenodigd die daar niet. Uh... Ja, weet je, dan word ik aangevallen van uh, jij uh, bent bang of zo, maar uh, in dit geval bijvoorbeeld er was ook een tweede nicap draagster was er uitgenodigd. Uh, alleen die wilde publiek meenemen en toen hebben ze dat publiek langs de lijst uh, gelegd, die hebben ze opgezocht en dan bleken toch een aantal mensen op een uh, zeer verdachte lijst te staan. Dus ze hebben de, de tweede. Terrorlijst. Ja, dus ze hebben de tweede NICAP draagster hebben ze geweigerd, het publiek ook. Maar plotseling was er dus extreme bewaking. Iedereen werd gefouilleerd. Alle tassen werden binnenstebuiten gekeerd. Dus dan moet, de, dan moet denk ik, zo'n zo NPO moet, moet ook zeggen wat de gevolgen zijn. Ja. En die moeten mij niet alleen laten zitten... met een hele schare van mensen die dan tegen... Hè, die zeggen dat ik me laat leiden door mijn... Terroristische het, angst. Ja, het geeft ook wel een beetje aan wat, wat de ernst is hè, van deze zaken. Dat het niet allemaal natuurlijk uh, mensen zijn die uit uh, vrije wil de boerka uh, lekker aandoen. Ja. Vond, uh, vond je dat je serieus wordt genomen je... Nou, de, degene uh, de boerka of de niet-kapdraagster tegenover mij, dat, dat zijn dan vaak Nederlandse vrouwen die dan twee jaar geleden uit vrije wil hebben besloten om een niet te gaan dragen. Dus dan vervalt je ook je argument van ja, het is toch een symbool van onderdrukking. En ik vind het ook oprecht een symbool van onderdrukking. En ik denk dat wij als samenleving, wij moeten ook gaan staan voor die vrouwen om te zorgen dat ze niet ja. onderdrukt worden en om te zorgen dat ze hun vrije, ze leven hier in een vrije samenleving en dat ze hier ja. uh, zichzelf mogen uiten.